Hallo iedereen en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik een superleuke ruilsamenwerking inpakken. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Ze had sterrenzakjes besteld, maar die heb ik alvast ingepakt in zo'n zakje. Dan heb je ook nog pareltjes besteld, maar ik ga dat gewoon zo laten denk ik. En dan alle letterkralen. En polymeerkralen ga ik in zo'n zakje doen. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Dit is zo'n doorzichtig zakje met bloemetjes erop. Dus ik ga dat daarin doen. Ik hoop dat het er allemaal in past. Zo. Wacht, we gaan het anders doen, want het gaat er niet in. Oké, alles zit erin en dan ga ik het nu dicht doen. Zo. En dan ga ik hier zelfs een heel leuke sticker op plakken. Dan heeft ze nog allemaal 9 haarklipjes besteld. En ik ga alle haarklipjes apart in bubbelplastic doen. Dan kan het een beetje plasticverspilling zijn, maar anders kan het kapot gaan tijdens de verzending. En dat wilde natuurlijk niet, dus daarom ga ik nu alles in bubbelplastic doen. Het zijn echt heel schattige haarklipjes. En ik heb nog heel veel op voorraad, dus neem zeker een kijkje op Instagram. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb hier heel veel bubbelplastic, dus we gaan er maar aan beginnen. We zijn eventjes verder en alles is ingepakt zoals je kan zien. Dus hier zijn alle haarklemmen. Dan zijn dit de sterrenzakjes en stippenzakjes. Altijd een positief briefje. Bedankkaartje. Dan dit. Dit is altijd dus als extraatje. Zo één schepje van mijn mix. Dan pareltjes. En dan ga ik nu een geschikte doos zoeken om het in te doen. Ik heb deze doos gevonden. Die is wel hier een beetje kapot, maar dat kan niet echt veel kwaad. Maar als eerste ga ik dan dit hierin doen. Ook deze pareltjes. Wat nog? Dan alle haarklemmetjes. En dan ga ik nu wat opvulsels erin doen. In deze zak zitten zo heel veel van deze frutsels. En die ga ik hier nu allemaal in doen. Of ja, niet alles, maar toch veel. Zodat dat zo opgevuld wordt. Want anders hoort je dat zo de hele tijd zo door elkaar gaan. En dat is vervelend. Dus ik ga dat helemaal opvullen. Zo denk ik. Ja, dit zal wel genoeg zijn. Want de doos moet ook nog dicht gaan. Dit is al het opvulsel. Dan gaat nu het visitekaartje erop. Het positief berichtje en het extraatje. En dan ga ik de doos sluiten.